stad en weg. Op pad, eens op de drokte van de stad. De veenkolonie schitterend wat die zee. De staar stond al jaren zo kon zeggen op ons verlanglijstje. Nou, vandaag is er gerook, geronk en grunnige duntjes. Uitverkoren dag om hem te gaan kijken, had ik dacht. Mooi. Ja, goedemorgen, bij de star. Eindelijk bij de star. Eindelijk bij de star, was dan hier geweest? Ja, ik ben hier een keer eerder geweest, heel lang geleden. En dat was het dan ook. Hoe erg is dat? Ja, had hij een keer teruggekomen, er is altijd wel wat te doen. Altijd wat te blijven. Is altijd wat te doen. En vandoor is hier heel veel te doen. En iemand die er alles van wordt, is Sabine volgens mij. Vandoor hebben we een evenement met allerlei lokale artiesten erbij. Die grunnige muziek ook. En dan gewoon ze in de trein doen. En ook hier achter ons op het geïmproviseerde podium. En we hebben er nog wat mooie oldtimers bij om de boel een beetje aan te kleden. Dus het wordt één groot feest vandoor. En voordat we in de trein staan, ben we eerst even een enorme werkploots. Hier realiseer ik me hoe groot ze eigenlijk ben. Ja, dat is ook een beetje een vertekbeeld, want in de oorsprong stond de perron. En nu stond toen op de grond. Dus dan is toen op een gegeven moment heel groot dat je een locomotief bent. Maar dit ben een grote Jannis, ja. Nou is het toevallig gewoon in Duitsland erin, die komt uit Rotterdam. Maar die wilde die gewoon creëren geweest, dat was 0-1, dus met straks 0-stoom. En die wilde die men veel groter. En die reed ook veel sneller, maar die wilde die men zo 2 meter hoog. Dus ik ben nog een beetje groter dan die, dus als 2 meter is, dan is het nog groter dan ik. Dus dan ben ik een rokerling, ja. Ja, ja. Oh man, dat is ja gigantisch. Waar staat die hier nou, Sean? Die staat een 52er, 80-60. Die hebben we voor Johan terecht uit... was dan maar? Nou, ik ben nog een kwijt. Maar die is door, hebben we door Worm, zeg maar, met nog heen. Die staat boekdeuren. Die hebben we hier net aan aanwezen. En deze die hebben we voor 2 uur terug helemaal gerestaureerd. En deze is onze locomotief waar we dus elke dag of elk weekend mee rijden. En deze die is operationeel, die is allemaal goud. En door Wilford Plus Alpha. Ja. En daar ben we nog mee bezig met dezelfde type. Aan de andere kant, die moet dus nog gerestaureerd worden. Die proberen we jaar in dienst te krijgen, omdat je heel kwetsbaar bent als je maar één locomotief hebt. Dus als je nog een tweede de biekering en in de loop van de tijd misschien nog meerdere, dan hebben we een beetje meer lucht en dan kun je een beetje uitwisselen van materiaal. Zeg maar, dat was toen, of je broek daar of daar. En dan kan zo'n ding ook voorkeur inzet worden. Of met een evenement dat je meer locomotief in elkaar of in kan zetten en een beetje meer trein kan rijden, dat is hartstikke leuk. Wie wil gewoon met de trein met? Mag de cameraman ook met? Dit wil ik gewoon 2 koortjes.
voor pakken. Met nu de wegradio u gaat iets, stipt tot iets. Nu in het eerste deuntje onder de douche. Daar stuurt een aaier hier, neem niet uit de moed. Ik buil mijn spoortje van verdraaid. Look at me, I'm a train on a track, I'm a train, 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 yeah. En na alle vrijwilligers sprook nog runners. Deze meneer praat Hollands. Goedemorgen. Heel sterk Hollands. Deze meneer komt uit Rotterdam oorspronkelijk. Oorspronkelijk, maar woont nou hier in de regio? We wonen tegenwoordig in Assen. En ik hoorde op Radio Drenthe dat ze mensen tekort kwamen hier. En ik ben ook conducteur in Arnhem in het Openluchtmuseum. Dus het was een aardige combinatie. En dit is de man die ons hier bracht heeft, in Veendam. En vandoor met gerook, geronk en grunniger duntjes. Ja, een stoomlocomotief ronkt niet, dus daarom een diesellocomotief. We ronken. Dus een grote zware dieselmotor, die ronkt lekker en af en toe rookt hij ook goed. Dus vandaag gaan we met muziek, geronk en gerook op pad. Ik ben zo blij dat ik hem informeerde hoe het nou precies zit. Hè? En deze man weet dat allemaal. Hoe lang al machinist? Ik ben sinds afgelopen jaar volledig bevoegd machinist en al 5 jaar beperkt bevoegd. Maar eigenlijk sinds afgelopen jaar mag ik personentrein hier rijden. Oh, maar je bent niet zomaar volledig bevoegd machinist, begrijp ik dan? Nee, dat is een hele opleiding. Want je kan niet zo van de straat af op zo'n locomotief stappen. Want je moet weten wat je doet. Het is een zware trein. Bij elkaar nou zo'n 300 ton. Ja, als het daarmee misgaat, gaat het goed mis. Dus daarvoor hebben we interne opleidingen. Dat iedereen goed geschoold is en niet zomaar op pad gaat en dat er wat mis kan gaan. 300 ton. En nou heb ik even een uitdaging in het hoofd, zeg maar. We komen bij Staskanol, dat is door. We moeten die kant ook weer op. Maar locomotief staat daar. En nou daar. Wij gaan zo nog rangeren. Dus ik moet zo nog aan de slag. Dan trekken we de trein door en dan gaat de locomotief eromheen. Dan trekken we dan weer terug bij Pron en dan gaan we terug. Dus dan komt hij aan de achterkant. Wat is Eilgoed? Eilgoed was het snelgoed wat vroeger met de posttrein met ging. Oh, snelgoed, dat ging met de posttrein met, dus dat was hup, hier in de treingoed. En dat was ook wat duurder van zo, hè? Ja, nee, zo gaat dat snap ik dan wel weer. En ik wou net hoe lang dat al weg is, en ik ben zo versuppeld bij spoor gekomen, toen was er al niet meer. Dus ook vrijwilliger hier? Ja, van het begin af aan al. Van de eerste rit nog, met de kleine locomotiefjes nog. Wat een geweldige hobby om jullie. Ja, het is wel mooi.
Neem de trein om en volg het spoor. Ik ben op weg naar huis. De station ze deurt niet. Door mijn vertrouwen. Dicht bij de overgeman, maar zo herwerkt. In de oude mol had ik haar met keuken mond. Waar ze door ging slag in het rond. Avond hooi de huilen dag voor deur. Vier voor lang, hooi de zuur. Check je hier een bak koffie door. En als je stoort, gebeurt het aan de kloor. Maar nooit een dag daarnaast, als je denkt, een nog maar gooide en een schoon is je. Je roept je de. Als je roept, je wijkt het weer. Zwaaide zo. Op het terugreizen naar Stadskanaal en wel heel grappig eigenlijk. Zwaait en een zware check. Nou, de zware check komt niet hout. Niet roken zou ik hier, maar zwaait wel vandoor ben je of niet? Ja, zwaait wel. Ja. Ik heb slim hebben, maar dat geeft niks. Uit te be. Even hier lekker rom op, is heerlijk. Even, geeft wel een beetje lawaai voor het zingen, maar door maar een beetje nummers en een beetje volume brengen. Ja, het heeft wel wat. Helemaal in het begin hoorden we een splinternieuw nummer, hè? Ja, dat was Ik Zing. Ik heb een aantal nummers geschreven met wat serieuze tekst en ik denk van, maar dat is een keer weer vrolijk, wat up-tempo, laat je wel meer blieden worden en ik denk, waar word ik eigenlijk zo blieden van? En dat is van zing. Dus het was wel een gaaf bedacht van Ik Zing. Doe je de zomer op stroom, zwaai de zorentje, ga ik hier nog een stoere broer, zwaai de zorentje, soms ga ik je omhoog, zwaai de zorentje. Even een rustmomentje, John. Ja, even genieten van de omgeving, wijdse omgeving hier zo. En een beetje genieten zo net van de muziek nog even. Dat is hartstikke mooi. Dus we komen straks op het station binnen en hebben we de volgende muziek evenement alweer. Dus ja, nee. En, het is hartstikke mooi weer. Je kan nou mooi de velden overkijken, over de heer, dat was een beetje bekomen en zo. Nee, ik vind dat, ik mag geen zo in zitten. Ja. Ja, en dit is bijzonder, want nou zou je voor onze eigen omgeving vanuit een heel ander perspectief, vanuit het spoor. Roer is dat. Ja, want normaal gesproken zijn de huizen aan de voorkant en we hebben er van meerdere mensen die dan de achtertoenen op mijn andere manier zijn. En die zeggen ook van, ik moet nog maar wat aan mijn toentje doen, want dan, het publiek die er trouwens zit, die kijkt heel anders dan mijn toenen houden. Dus ik moet er een beetje gaan snoeien, een beetje gaan knippen. Ja. Zo, terug in Stadskanaal. En hoe was dat? Leuk. Ja, het was een mooi ritje. En nou heb ik uit betrouwbare bron dat jullie vannacht ook al waren. Ja, we hebben vannacht geslapen in de wagon. In de starwagon. En dat is weer terug naar de basis. Geen water, geen stroom. Ja, was leuk. In een starwagon? In een starwagon, ja. Ze hebben een oude goederenwagon omgebouwd tot een soort bed and breakfast. En dat is, ja, was leuk. Dat is wel bijzonder. En was jij daar ook? Ja, ik was daar ook bij. En hoe was dat? Ja, heel leuke ervaring. Je hebt geen stroom, helemaal niks. Geen water. Geen stroom, want water. Geen wc. Je hebt nog een ouderwetse poepdoos. Een ouderwetse poepdoos? Een ouderwetse poepdoos. En hoe ging dat? Ja, ging wel goed. U staat erbij te lachen, maar dat klinkt heel bijzonder. We hebben er ook vreselijk om gelachen toen we binnenkwamen, want dat overviel ons ook een beetje. Maar nee, het was hartstikke leuk en dan merk je gewoon dat het gewoon allemaal goed werkt. Dus hartstikke leuk. Boxen wie de piep haalt hij op de laatste brug. Drie kaasjes op m'n riegen en de dag in nooit meer stuk. Een buurt vol dolders, tattoos op de schouders. Vrouwen was de nu verwicht, maar als ze daar
ze danst. Als goed jong ooit zing, de niks aan de ding. Als ze danst. Amen, amen, fruitmachine, hun leste kamer rond. Elektronisch mantra hold haar eeuwig aan de front. Haar oeing onbehoorn, geen daglicht nooit verdroon. Maar zij gedijt in neonlicht. Maar als ze danst, en ze danst. Denk niks aan de ding. Als ze daar. En natuurlijk hartstikke belangrijk de horeca hier op het station in Stadskanaal. En nou gezellige trussen binnen het museum. Ja. Het is ook allemaal een beetje in de oude stijl, een beetje ja, bleem, normax. En ja, het is hier altijd heel gezellig. Waar ik hou van gebruik van maak, voor privé mensen. Die hier een feestje met een trein, een ritje maken. Hier wordt een dinnertrain ook georganiseerd en dat soort dingen. En ja, van alles en nog wat eigenlijk. Wordt er alleen nog met trein gebruikt, maar ook met andere dingen, met feestjes. Ja. En wat mooi om te zijn dat er ook zo'n jonge vrijwilliger aanwezig is. Dag Jasper. Ja, ik vind het leuk om te down. En, ik ben altijd door, ik heb de trein en nou vandoor heb ik hier even net. Ik vind het hartstikke leuk om te down. Er is toch wat met trainen, hè? Ja, ik heb wat met trainen. Ik wil graag mijn opleiding doen als machinist op de hoofdbanen. En niet als graag een stoker en machinist. Wat mooi. En we hebben die even de keuken getrokken. Het is hartstikke druk. Maar wat gezellig hier zo. Ja, het is hier altijd gezellig. Gezellige collega's, gezellige mensen altijd. Dank jullie wel. We staan hier voor een heel mooi oud stukje techniek, of niet? Ja, dit is een diesellocomotief uit 1934. Dit is een rangeerlocomotief. En die gebruiken we om de trein klaar te zetten, onder andere. En wat is hier zo bijzonder aan? Ik vind hem alleen al heel mooi, maar hij schijnt ook heel bijzonder te zijn, hè? Oud. Ja, zeker. Nou, wat van deze het mooie is, is deze uit 1934. Dat is de oudste bewaarde gebleven van de serie. En daarom hebben we hem ook helemaal netjes gemaakt. En ook van de mooie, nou ja, de originele nummerplaten, fabrieksplaten voorzien. Dus ja, dit is toch wel een van de pronkstukken. J'ai parcouru le monde, cherché l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait vroom vroom vroom. En als ik nou maar weer omhoog kom, dan hier zit dat even lekker. Ja, dat zit hier heerlijk in de schaduw, want het is vrij warm. Met mooi uitzicht over een heleboel, in mijn ogen, hele olle auto's. Leuke oldtimers, ja. Inderdaad, van verschillende soorten bouwjaren. Jaren 60, jaren 50. En wat jonger spul. Ja, dat is leuk. En twee trucks. En is er een van jou bij, of ben je allemaal over? Nee, toch? Ik ben niet allemaal van mij, zo riek ben ik niet. Ik heb die gele, die coupé is van mij. Waar komt die passie weg voor deze mooie auto's? Ja, dat is eigenlijk een oud verhaaltje. Van mijzelf uit mijn kindertijd, toen ik een jaar of 5, 6 was. Toen ging ik naar de kleuterschool op een autopad, die had ik, een step dus, die had ik gehad. En om naar school te komen moest ik dus altijd over een onbewaakte spoorovergang. En we woonden toen vlak bij het spoor. En ik vond dat wel interessant, die treinen over die rails heen. Ik denk, als ik dat nou eens met mijn autopad probeer op die overgang, dan kan ik misschien later ook wel machinist worden. Want je hebt natuurlijk geen flauw benul van hoe het komt dat die dingen op die rails blijven. Dus ik heb dat in 1959 heb ik dat geprobeerd op die spoorwegovergang. En je raadt het natuurlijk al, dat ging een paar meter goed en toen vloept hij die autopad tussen de rails en die bielsen. En die had luchtband, dus dat werd ik ingekneed. En toen zat de step vast op de overweg. En toen hoorde ik de Blauwe Engel, de dieseltrein, die hoorde ik in het andere station al optrekken. Die kon je toen in die tijd van verre horen,
met hun typische sonore sound. En toen verging de wereld zo'n beetje voor mij. Ik denk, oh jee, dat wordt straks wat. En dan komt die trein hier, die gaat ontsporen, die valt in de sloot. Mijn hele step kapot en ik in de gevangenis. Ik had van allerlei nare gedachten. Dus ik was helemaal eigenlijk min of meer in paniek. Ik denk, help me alsjeblieft. Maar ja, het was niemand. Nee. Ik wist niet waar ik het zoeken moest op dat moment. En op een gegeven moment stopte er zo'n oude truck, zoiets van dit model, zeg maar, wat hier ook staat. Alleen dat was geen Sauer, maar dat was een Borgward. Alleen ik kon nog niet lezen, want ik had nog geen aapnoot mis gehad. En dus die chauffeur die stapt daaruit, uit die truck, en die trekt zo even die step dat er tussenuit, want dat was een grote sterke kerel. Hè. Vroeger moest alles met de hand geladen en gelost worden. Dus dat, die kon dat wel doen. En die gaf me de step weer terug en die aaide hem over mijn hoofd. En die zei van, dan moet snijden weer doen, joh. Ik ga nog maar gauw naar huis. Ik hoorde hem nog zeggen. Held. Ja, en ik keek dus om en omdat ik nog niet lezen kon, zag ik dus een ruitembleem met twee vleugels eraan. En dat bleek dus dat het embleem van Borgward was. En zo ben ik bij Borgward terechtgekomen. Nou, we moeten nu nog weer weg, jongen. We hebben u de keuken trokken, hè? Want hij is gewoon net overvast nou. Ja, we hebben het een beetje druk met de horeca. Dus, en ja, wat ik al zei, personeelgebrek. Dus dan moet je ook even mooi aan de kant kijken. Dus ik ben een beetje bruid inzetboer. Dus dan kun je ook mooi afwassen, dat is geen probleem. Dus dan moet er ook even gemiddeld worden. En dan de jongen op de weg is ook een beetje rustiger in de horeca. Dus nee, we gaan gewoon verder. Ja, heel goed. Zo die net te lang van het werk won. Wie moet er ook zo weer van deur. Maar stelde ze iemand op de bank en die wil hier wel aan het werk. Wat moet hij dan doen? Nou, we hebben altijd personeel op kantoor zitten, dus die man die is altijd wel aanwezig. Dus dan kunnen ze gewoon in binnenlopen en zeggen van luister, ik wil geen vrijwilliger worden. Of een mailtje sturen naar onze website, daar staat onze e-mailadres wel op. En, of gewoon in bellen, of ze kunnen gewoon s'morgens langskomen. Er is hier altijd mensen die in de werkplaats zitten, of op zoldragen hebben langskomen. Er is ook altijd wel mensen waar ze weer wegwijs maken van een formulier die ze mee vinden moeten. Maar schoon je nooit, kom langs. Het is heel breed hier in Sembor. Dus ja, en ook meer mensen die binnen, ook makkelijker voor ons. En ook gezelliger dat ook het wordt, hè? Maar dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Nog gezelliger, dat kennen we ons. Nou, het is hier hartstikke gezellig. All auto's, muziek met de trein in de weerwest. Nou, leuk man. Ik heb me voorstellen dat jullie genieten, dagelijks. Wie proberen wat van de markt. En ja, je kan het zelf heel invullen als je het zelf markt wilt. Dus dan is het ook leuk om het probleem in jezelf te beleven. De treinrit is mooi, muziek erbij is nog mooier. En er geeft ook weer niks evenement erbij. Dus ja, nee, wie geniet er altijd wel van? Ons hobby, ja. Ja. Mooi, Sean. Dankjewel. En heel graag tot de volgende keer. Ja, je bent altijd welkom, dus kom langs. Hop, hop, weer om notarig blad. Het was hier om hier een knol op pad te gaan. Winkeloon die schitterde, die verdoosie zat. Dus aankom weken ook maar weer op pad.